Ja! Allee!
Door de man van Paul Sauzet, Wingo Laurens Zwing. En kijken waar onze Europese kampioen is in de buurt. Lars van der Aar, zeker in de plaats als op dit moment van de Weijden. Op dit moment. Terwijl die kloof voor Zwing voorlopig blijft en van Kelsen voorlopig op die achtervolging blijft. Ja, Zwing. Stel ook dat ik die paniek voel als het daar over kan. Het is echt ongelooflijk. Ja,
is een beetje schrik, al is het een beetje schrik. We hebben die klaar. Bij Jurgen met de Penningen-ploegleider. Ja, onze commentator Michel Wuits merkt op, het lijkt wel een koppeltijdrit van voor tussen Laurens Weeke en Michael van Toerenhout. Is dat de tactiek op dit moment? Ja, inderdaad. Ja. Tactiek is uiteraard samenwerken nu, samen vooruit proberen blijven. Het is een heel snel parcours, dus de seconden tikken wel door nu, dus dat is wel belangrijk. Dus het ziet er wel goed uit, ja. Maar het is natuurlijk nog heel lang. Hè. Ja, het is inderdaad nog lang. Maar goed, eens je hier een gaatje hebt, ja, dan wil dat wel iets zeggen. En je zegt het zelf op zo'n snel parcours. Inderdaad, hè. Dus nu 10, 15 seconden bij elkaar kan rapen. Is toch wel op goede weg. Dus de kunst is om heel goed samen te werken en proberen de kloof te vergroten. Ja. Nou, ik wil het ook nog even hebben over je persoonlijke situatie, als dat mag. Niet meegeweest naar Amerika, besmet geweest met corona. Ben je ondertussen volledig genezen? Dat wel, ja. Ik ben heel lang positief geweest. Ik denk wel 8 dagen positief getest. Dus ik kon echt niet betrekken. Dat is heel jammer. De dag van hoogrijden heb ik dan positief getest. Dus bijzonder jammer. Alles was geregeld. Het was toch wel een mooi WK, denk ik, om dat te zijn. Het is nu het eerste WK in 15 jaar dat ik eigenlijk mis, dus heel jammer. Een overwinning vandaag zou misschien al veel goed maken. Ja, absoluut. Dus, winnen is altijd mooi, ook in Malheim uiteraard. Dus winnen is mooi. Hè. Dankjewel, Jurgen. Alsjeblieft. Ik ga er ook niet bij. Ik ga er ook niet bij.
man, zeg maar, net voor die grote partij. Probeert daar ongetwijfeld de stuurslangen in de te gooien. En zodoende wat meer doorgift te proberen geven aan zijn twee ploegmakkers. De kloof, Sven Nys, Lars van der Haar op dit moment 18 seconden. Wat denk je, is dat nog doenbaar? Dat denk ik niet. Ik denk dat je hier altijd echt pal op het wiel moet zitten. Ze zijn vooraan ook met z'n tweeën om echt goed af te lossen. Ik denk dat Lars echt, als hij vandaag wilde meedoen, perfect over die balken moest springen. Het is echt één keer jammer genoeg fout gegaan, waardoor hij de aansluiting mist. Hij moet ook al die andere renners nog passeren. En dan gaat het ook tussen de oren zitten, denk ik. Ja, hij gaf ook aan tegen mij aan het begin van de cross, voor de cross, zei van ja, ik ben niet die pitbull om door de bochten te gaan. Ik voel echt wel nog wel die jetlag. Het is echt in de kleren gekropen. Ja, ik denk dat dat bij iedereen wel zo is. Dus dat is geen excuus ten opzichte van de concurrentie. Maar hij was met de juiste ambitie vertrokken. Hij zat ook heel goed vooraan. Maar jammer genoeg mist hij. De balken liggen ook niet echt heel makkelijk. Je moet toch met een redelijk lage snelheid er naartoe. En daar is hij ja, of even de concentratie kwijt of een klein foutje gemaakt. En ja, dan zie je wat dat voor schade meebrengt direct in die wedstrijd. En dat is eigenlijk hier bijna niet meer goed te maken. Niet meer goed te maken. Wat rest hem dan nog? Gewoon die kloof zo klein mogelijk houden? Maar ik denk dat hij wel gaat proberen om nog op te schuiven en nog wat plaatsen goed te maken. Maar als je echt spreekt over de overwinning, ik denk dat dat te hoog gegrepen is. Dankjewel, Sven. Alsjeblieft. Hij duikt daarmee opnieuw de top 10 in en herzet zich zo briljant na die openingsval aan de balken. Voilà, we gaan hier alweer richting aankomstplein komen. Voilà, onze top 2 leiders in de wedstrijd gaan hier voorbij komen. En dan gaan we opnieuw een ronde tijd doen. De seconde tikken weg, vlakken zijn de andere jongens en die volgen op exact 13 seconden. Zo ik zei, die voorsprong is gegroeid, 13 seconden voor de dames en heren van de bus, voor Corné van Kessel, de Interpoortse. Deze kan er ook in de koer nu van de punten houden terug. 16 seconden met Wajan, Kampen, Verloofd, Lach van der Aarde, Timo Bloemen en Timo Bessen. Zo die 16 seconden zijn dat zich er allemaal. 17 bij elkaar als het achtervolgen. Telekom, zo kunnen we komen. Gaan we voor het peloton, de twee mannen vooraan. En dan zijn nog altijd Michael van Toornhout en Lauwe Vink. Michael van Toornhout, laat me beginnen met een leuke statistiek. De laatste vijf keer stond hij hier vier keer op het podium. Gaat dat vandaag ook zo zijn? Laat ons hopen. Het is een mooie cross, snelle wedstrijd. Quadroen zou ook wel elke keer komen kijken. En toen lag het regen wel net iets gladdiger. Nu is het echt wel allemaal opgedroogd en zeer snel. Hoe gaat het met de slaap ondertussen? Voelt hij volkomen bekomen van dat WK? Want een jetlag, ja, dat kruipt in de kleren. Hè? Ja, het is eigenlijk... Ik ben al 7 of 6 of 7 keer naar Amerika geweest. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik er zoveel last van heb. Maar zolang dat we bezig zijn, valt het wel mee. Ja, heb je het gevoel dat je echt wel nog minder scherp bent vandaag? Nee, dat niet. Ik denk een keer dat ik vanmorgen opstond en met die cross bezig was, is allemaal wel weg. En het zal eerder vanavond zijn, als we terug thuis komen en in de zetel zitten, dan zal het terug moeilijk zijn. Maar zolang de cross maar goed gaat. Ja. Het is een razendsnel parcours. Hè. Wat is de juiste tactiek hier? Goh, het is wel moeilijk om alleen te rijden, denk ik. Ik denk toch dat het in het begin een beetje aftasten zal zijn. En ik denk dat iedereen ook wel een beetje met de jetlagbeen ook wel iets voorzichtiger zal zijn misschien, maar hoop ik dan toch misschien, maar toch proberen om zo goed mogelijk te finishen vandaag.
We hebben hier net getimed, Michel. De kloof wordt wel degelijk een beetje kleiner. Toon van der Bos op 9 seconden momenteel. Elie Iserbeek vlak daarachter op 10 seconden. Dus beetje bij beetje knabbelen ze aan die achterstand. Je mini wordt nu toch wel net wat aangerand. Met die balpartij van onder andere Kevin is dat... Come on, Lars!
Richard Goedendaal inderdaad. Laurens Zweek die riep daar iets toe, maakte daar misbaar. Waarover ging dat? Ik zou het niet weten. Heb je het niet gehoord? Ja, ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet waar het over ging. Dus dan weet ik het ook niet wat hij precies bedoelde. Ja, hij leek. Kom maar, hey, ho! Koeien in de koers zitten van vieren vooraan, ja... Dan is het, kan het misschien sommige dingen verkeerd overkomen, maar ja, deze koers, iedereen rijdt voor zijn prijs. Stil moeten gaan staan, ja, dan blijft het inderdaad daar een grote groep van 20 man, zoals het in het begin was. Ja, inderdaad. Maar het is natuurlijk wel raar natuurlijk als je eigen ploegmaat achter twee andere ploegmaats gaat rijden. Hè? Ja, maar ja, goed. Het zijn ook individuele crossers. Het zijn allemaal kleine BV'tjes die er ronddraaien. En iedereen rijdt naar voor zijn prijsje. En inderdaad, Laurens die wil hier vandaag voor het maximale rijden. Maar Toon van den Bos die moet ook voor zijn statuut rijden natuurlijk. Ja. Als jij als ploegleider, wat is dan nu de juiste tactiek? Wat moeten ze dan doen? Lekker rijden. Dan zorg maar dat je wint. We zullen zien, dankjewel ja, Richard. Ja. Met Laurens Zweek en met Marco van Toendal. De vijf ronden van het einde nu. Hier komen ze onder streep. Ik denk dat ze het hoofd van de club was gegroeid. Ik denk dat het hoofd van de club was gegroeid. Jij mag het zeggen, Willy. We zijn er nu 12 seconden voor 20 minuten. Toon van den Bos in de eerste pin. De nieuwe Ormschaats van de Raboot op 16 seconden met de zijsloot op deze Timo Groenweg. Dan zien we op 21 seconden met Ryan Kamp op 24 seconden met de Timo Groenweg. 24 seconden op 30 seconden met de stand van Koek. 21 seconden op 31 seconden met de vierde wedstrijd. Toon van den Bos in de eerste pin. Met de nieuwe Ormschaats. Toon van den Bos. Daar komt de man van de Raad in het tocht. De vaste Spaanse kant toe. Ook partij in de naam van Rotterdam. Noord van de Bos, nu van de toekomst voor de Bijlers en de Oostlaan. En de Bos die gaat onderuit. Die zijn niet van de Bosbaan. Aan de Rotterdam van de Rotterdam. Geeft de gelegenheid. Come on! 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 Come
Inderdaad, Sven, als je zei, de overwinning, ja, dat lijkt niet gaan, maar het sluit nu wel aan. Het podium is wel nog mogelijk, hè? Ja, dat denk ik wel. En dat was ook wel te voorspellen. Ik denk dat Lars gewoon met heel goede benen zit. Natuurlijk, dat foutje, dat wordt hier heel hard afgestraft. Anders denk ik dat hij meedoet voor de overwinning. Hij heeft ze nog wel in het vizier, maar dat gaat niet zo evident zijn. Hè. Mannen vooraan denk ik dat, dat zeker ook Lars het heel moeilijk gaat maken. Maar je ziet hem gewoon met de ronde groeien. En niet letterlijk, maar figuurlijk. En dat gaat hem ook wel vertrouwen geven voor de komende dagen. Ja, je ziet natuurlijk ook, als daar vanachter wat getwijfeld wordt, dan klit alles terug samen. Ja, dat opent natuurlijk wel perspectieven. Hè? Ja, dat klopt. En ik denk dat die zandstroken sowieso cruciaal zijn. Als je daar goed doorkomt, ja, dan heb je die stroken daarna ook net dat tikkeltje meer over. Qua versnelling ook. En positie kiezen in die groep is superbelangrijk. Want als je daar vierde, vijfde man zit,
dat zijn toch meters die je moet goedmaken. Dus ik denk dat hij nu echt de koers mee in handen heeft en zelf gaat bepalen of het podium mogelijk is of niet. Eén vraagje nog over Thibaut, die ook in dat groepje zit, ook wel een goede indruk maakt. Wat... Van der Haar zit daar nu. Dan hebben we
19 seconden. 19 seconden. Het enige is met 25 niet voor ons. Dan krijgen we hier weer om een viertal. Met Timo Broek, met Tom Koenig, met Nicolaas en Daan Soeten. Oh, dat is makkelijk. Michael. Wie krijgen we, Michael? Wie krijgen we, Michael? Het draait naar het park uit. Tegen de grond te gaan. Rijdt dan nu richting aankomstlijn. Hebben we wat doen, Lars? Ja, zo zal het met ons ook gebeld door de Thomas. Thank you.
Inderdaad, de grote man van de Tourmans met een sinds vorige week een wereldkampioen in de rangen, naar Joran Wieseur. Hoe hebben jullie dat beleefd in die ploeg? Hebben jullie een beetje in een waas of een roes geleefd? Ja, toch wel een beetje. Hè. Als je met die man al 2 jaar samenleeft, dan worden ze een klein beetje familie. En als je die jongens dan zo ziet groeien en dan het resultaat nog en dan winnen, ja, dan beginnen je toch aan te blijten en te schreeuwen. Emotie, samen vieren, samen, ja, dat is het mooiste wat je eigenlijk in de sport kunt meemaken. Mee dus ongelooflijk. Dat is inderdaad heel mooi. Ook nieuws dat deze week is uitgelekt dat u een deal heeft met de Quickstep. Die ploeg, is daar al meer duidelijkheid over wat dat gaat betekenen, bijvoorbeeld voor de renners die meegaan? Gaan die dan mee naar Quickstep? Wordt dat dan een crossploeg? Hoe gaat dat precies in zijn werk gaan? Ja, het is eigenlijk een project dat we gaan opstarten. Hè. Het is een systeem dat we gaan opstarten met een development team, een vrouwenploeg, een crossploeg en daar een jeugd onder. En daarboven de World Tour team. En het is de bedoeling dat we dan zelf vanuit de jeugd kunnen beginnen gaan mensen op te leiden. En dan ze kunnen naar de cross, ze kunnen naar de meisjes en naar de jongens toe. En ja, het is een project waar we met doorgaan. En wie dat er bij ons rijdt, dat is wel belangrijk. Ik zou die familie graag wel samenhouden. Maar als dat niet kan, ja, dan zal het op een andere manier moeten. En er zijn nog renners genoeg in de wereld. Maar... Dus op dit moment is het vooral een kwestie van volop te onderhandelen, kan ik me voorstellen. Want om al die renners dan bij je te houden, is ook niet gemakkelijk. Ja, absoluut. Maar ik denk dat de jongens wel graag blijven. Want allee, hetgeen dat ze nu meemaken, ja.
We hebben nog een grote winnaar natuurlijk, want we gaan straks de man...